Ik bouw in ons huis mijn eigen geheime bioscoop. Zonder dat Thomas dit doorheeft. Niet alleen moet ik dit in het diepste geheim regelen. Over slechts 8 uur verwacht ik al mijn allereerste bezoeker. Gaat het mij lukken om vandaag mijn geheime bioscoop te openen? We hebben echt een probleem. Een bioscoop bouwen in 1 dag? Waar ben ik aan begonnen? Het voordeel is wel dat Thomas een groot gedeelte van vandaag niet thuis is. Dus laten we gewoon heel snel gaan beginnen. En ik denk dat stap 1 het scouten van een locatie is. Waar gaat mijn bioscoop komen? Paak, weet jij misschien een goede locatie? Nee? Oh, we moeten naar buiten. Paco, je bent briljant, maar natuurlijk. We maken de geheime bioscoop gewoon in de schuur. We hebben hier dan zelfs een geheime ingang. Via deze deur kunnen de klanten naar binnen komen. En volgens mij lijkt het al bijna een bioscoop hier binnen, toch? Oh. Wat een gigantische troep. Oh, waar ben ik aan begonnen? We moeten er denk ik eventjes een beetje doorheen kijken, want qua ruimte is dit eigenlijk best wel goed. We hebben zelfs stopcontacten. En er is internet. Ja jongens, dit wordt fantastisch denk ik. Wens me daarom nu succes, geef de video even een duimpje omhoog. Laten we met z'n allen gewoon 20.000 duimpjes proberen te halen. Als we dat met z'n allen halen, dan beloof ik jullie dat ik binnenkort nog iets anders spectaculairs in huis ga bouwen. Doe je best. Dat ga ik nu trouwens ook doen, want we hebben heel veel uit te laden. Thomas mag alle spullen die uit de schuur komen natuurlijk niet zien staan. Kijk, vanuit de woonkamer is dit het uitzicht op onze tuin. Niks aan de hand zou je denken. Maar let op, dan gaan we hier om de hoek kijken. En tada, hier gaan we onze geheime opslag maken. Nog maar 100 spullen te gaan. Gelukkig ben ik hier al heel goed in. Klaar. Moet je eens kijken, de ruimte is helemaal leeg en de tuin staat helemaal vol. Een bioscoop is natuurlijk niet zonder echte bioscoopstoel. En ik ben nu marktplaats aan het afspeuren in de hoop dat ik heel last minute nog iets kan vinden. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld al eentje. Geweldig. Oh, het zijn er zelfs 2. Ik ga gewoon iedereen een berichtje sturen in de hoop dat iemand reageert. Laten we hopen op goed nieuws straks. Alle muren in een bioscoop zijn natuurlijk altijd volledig zwart. En daarom heb ik deze gigantische zwarte doeken geregeld. Ik hoop dat ik genoeg heb om de hele ruimte te bedekken. Laten we erachter komen. Wow, dit ding is enorm. Dit is niet normaal. Oh, en hij zit nog een keer dubbel. Volgens mij is dit echt perfect. Laten we er een proberen op te hangen met punaises. Noem een iconische klusser. Dit is het gewoon. Wat fantastisch. Ik ben helemaal onder de indruk van mijn eigen kluskunst, want moet je eens eventjes kijken. De helft van de schuur is al helemaal zwart. Nu deze wanden nog. Nu ik weet hoe het moet, is het natuurlijk super makkelijk. En de volledige ruimte is helemaal zwart. Ik zit alleen nu opgesloten, want zelfs voor de deur zit nu een zwart doek. Dat is natuurlijk niet zo handig, dus laten we een deur maken door het doek uit te snijden. Ik voel me zo handig vandaag. Het is niet te doen. Zo, ik ben helemaal onder de indruk van mezelf. Dit is echt vakmanschap. Moet je eens even kijken. Wauw. Tot nu toe is alles goed gegaan en we hebben nog 6 uur op de klok staan. Dan komt de eerste bezoeker. We hebben alleen nu een heel groot probleem. We hebben echt een probleem. Oh jongens, hoe gaan we dit oplossen? Thomas is echt veel vroeger thuisgekomen dan ik dacht. Gelukkig is hij een video aan het editen, dan verdwijnt vaak de hele wereld om je heen omdat je heel erg geconcentreerd bezig bent. Maar we moeten echt heel erg voorzichtig gaan doen. Oh, wat erg, maar ik bedenk me nu pas dat de filmprojector naast Thomas nu ligt. Die ligt nog op kantoor. Moeten die daar zo snel mogelijk wegkrijgen. Wil je zo even koffie drinken? Ja. Maak weer naar de tuin. Doe maar. Oké, mijn hart bonste in mijn keel, maar gelukkig is het volgens mij goed gegaan. We hebben de projector. Maar ik ga eerst even koffie drinken met Thomas. En dan hoop ik dat ik hem weg kan sturen door hem Paco te laten uitlaten. Zo. Alsjeblieft. Bedankt, het zonnetje gaat gelijk schijnen. Nou, inderdaad. Paco staat nog buiten. Oh, kom maar, Paak. Wat was je daaraan doen? Kom maar.
Wil jij zo misschien een lange wandeling met Paco maken? Oké. Ga jij met Thomas lopen zo? Ja. Leuk hè. Braaf hoor. Gaan jullie lopen? Krijg ik een high five? Ja. Thomas is nu een klein uurtje weg, dus we hebben geen seconde te verliezen. Laten we zoveel mogelijk bioscoopspullen verzamelen. Oké, wat hebben we allemaal nodig? Een echte popcornautomaat. En natuurlijk bakjes. Dit is leuk voor het plafond. LED-verlichting. Deze tafeltjes ga ik ook meenemen naar de bioscoop. Oh, gelukkig zijn ze niet zwaar. En gelukkig zijn het er niet twee. Een goed gevulde koelkast en natuurlijk snacks. Ik denk dat het gelukt is. Ik heb ontzettend veel spullen verzameld. Dat staat nu gelukkig hier allemaal buiten het huis. Dus nu kunnen we het hopelijk ongezien gaan installeren. En dan beginnen we natuurlijk met het belangrijkste, de projector. Hier zit het bioscoopscherm in en ik denk dat we die op deze wand gaan maken. Ik ben benieuwd hoe groot die is. Wow, heel groot. Wauw. Kijk, we hebben beeld. We moeten hem alleen nog even een plekje geven. Ik ga proberen om hem hierboven vast te maken. Het is ongelooflijk, maar de beamer hangt, het scherm hangt en het werkt zelfs. Het is nu nog licht buiten, dus het beeld is nog niet optimaal. Oh. Mijn verduisterende doek viel even voor de deur vandaan. Aan niemand doorvertellen trouwens dat hij gewoon hier met duct tape boven de deur hangt. Maar straks wordt het natuurlijk donker en dan zal het perfect werken. We hebben alleen nog heel veel te doen, want we moeten nog heel de bioscoop inrichten. Ik heb jullie even meegenomen naar de wc, want deze ruimte heb ik natuurlijk geluidsdicht gemaakt. Zou iedereen moeten doen. Oké, Thomas is dus thuis. Het gaat enorm opvallen als ik heel de tijd heen en weer naar de tuin ga lopen. Maar daar heb ik iets op bedacht. Let maar op. Ik ga naar mijn afspraak toe. Oh, ben je dan weg? Weet ik niet precies. Ja, ik bel wel. Tot straks. Wat Thomas alleen niet weet is dat ik helemaal geen afspraak heb. En dat we nu om het huis heen gaan lopen en via de achtertuin naar de bioscoop gaan. We moeten alleen nu wel echt heel erg voorzichtig gaan doen. Thomas mag ons nu echt niet zien of horen. Daar gaan we. Ik probeer te kijken of ik Thomas ergens zie. Paco zit daar. Niet gaan blaffen alsjeblieft, Paco. We beginnen maar met de tafels. Oeh, dit is zo eng om te doen. Oké, jongens, het interieur is zo goed als af en ik ben er ontzettend blij mee. Ik ga het jullie straks laten zien. Maar we missen natuurlijk nog een heel belangrijk onderdeel. De bioscoopstoel. Ik ga nu kijken of er iemand heeft gereageerd. Ik heb een reactie. Wanneer zou je willen komen? Ik zou nu kunnen komen. Ik mag hem ophalen. 15 euro. Oké, hij ziet er wel een beetje smoezelig uit. Het lijkt alsof er heel veel vlekken op zitten. Maar hey, het is en blijft een bioscoopstoel. Zo te zien is de kust veilig, dus laten we heel snel naar de auto gaan. Oké, jongens, als het goed is, moet het hier zijn. Laten we hopen dat ik zo'n stoel heb. Wat een giller, jongens. Ik heb hier gewoon een echte bioscoopstoel in de auto liggen. Ik mocht hem voor 15 euro meenemen. Hij is inderdaad volgens mij behoorlijk vies. Maar hey, het is een bioscoopstoel. Wat een goede deal. Wat trouwens nog goedkoper is dan 15 euro, is abonneren op mijn kanaal. Check even of je dat al hebt gedaan. Is de knop nog rood? Druk er dan op. We zijn zo hard op weg naar 1 miljoen abonnees. En het zou fantastisch zijn als je bij de eerste miljoen zou horen. Oké, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb aan de achterkant van het huis geparkeerd. Ik hoop dat we de stoel ongezien kunnen binnensmokkelen. Hij is echt zo zwaar, maar er is nog een onderdeel. Nu snap ik waarom ze het altijd zo donker maken in bioscopen. Moet je eens kijken hoe goor deze stoel is. Oh. Er zit overal kauwgom en een aantal hele aparte vlekken. Maar goed, zoals ik al zei, daarom is het dus donker in de bioscoop, dan zie je het niet. Zo. En daar staat hij hoor, een echte bioscoopstoel. Ik hoop dat hij ook echt lekker zit. Oeh. Nou, dit zit zeker niet verkeerd. Ik ben weer binnen en jongens, de bioscoop is nu officieel af. Het is alleen wachten op onze eerste bezoeker. En ik kreeg net een berichtje dat ze al onderweg is. Dus ik hoop dat we haar zo meteen ongezien kunnen binnensmokkelen. Oké, jongens, ik ben het huis uitgesneakt en Sarah is er elk moment. Nou, als je het over de duivel hebt. Hallo.
Ben je er klaar voor? Ja, ik vind het spannend. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat je van de bioscoop vindt, maar je moet er eerst ongezien in komen. Okay. Dus kom maar mee, maar blijf gebukt. Ik kan net zo goed rechtop lopen, want als jij bukt, dan ben ik net zo groot. Dat is waar. Je mag daar achter die bak gaan. Ja, heel goed. Laten we voor de zekerheid even checken wat Thomas aan het doen is, want ik heb een camera neergezet in de woonkamer. Kijk. Hij is tv aan het kijken, zo te zien. Paco staat voor het raam te kijken. Die heeft iets door, nu al. Die hoort ons gewoon, denk ik. Dan moeten we wel heel erg voorzichtig zijn. Ik ga wel eerst een roepje zo, ja? Oké, Sarah, kom maar. Oh, die stoel! Nou, ik ben hier de komende uren niet weg te slaan. Dat denk ik ook. Oh ja. Nou kijk, Disney Plus staat al voor je klaar. Hier op de iPad kun je gewoon wat uitzoeken. We hebben drinken, snacks, popcorn. Nou, volgens mij moet het goed komen. Sowieso. Ik zou zeggen, neem lekker plaats. Ja, ga ik doen. Ja. Oh, hij zit wel lekker. Ja, hè? Ja. Oh, daar ging je bij. Ja, je moet niet te veel van naar voren leunen. Nee. Ik hoop niet dat het uitlekt dat je hier bent. Nee, ik ook niet. Ik zit hier heel goed, een beetje. En wat ga je kijken? Encanto. Leuk. Veel plezier. Dank je. Ik hoop zo dat Thomas niks door heeft. Wat zei je? Wat doet die camera daar? Waar? Daar. Oh, daar. Ik zet even het licht aan. Wat is hier aan de hand? Oké. Ik heb al heel de dag een groot geheim voor je. Ik zou zeggen, ga even een luchtje scheppen. En kijk of je iets bijzonders ziet. Wat is dit? Ik durf niet. Is het een spookhuis of zo? Kijk maar. In 3, 2, 1. Oh, ik schrik ervan. Wauw, wat doe jij hier? Wat hier langs? Wauw, wat is dit? Gaat het? Het stort helemaal in! Wat doe je? Mijn bioscoop! Je iPad! Oh ja! Wat is dit? Mijn bioscoop is ingestort! Gaat het? Hoe doen we dit? Wat is dit? Mooie wiels, hè? Hoorde dit bij de verrassing? Nee. Dit hoorde er niet bij. Sorry, maar dit is het grappigste wat ik ooit in mijn leven gezien heb. Deed het nou expres? Ik vind het geweldig. Ik vind het heel erg mooi. Dit is een 4D bioscoop. Gaan jullie maar even aan het zuurstof bidden. Ik vind het de meest geslaagde geheime bioscoop ooit. Bedankt. Geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Dit is de laatste keer dat ik in een video van jou.